Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug in Content Veens seizoen 4. Ja, ja, we zijn er weer. In de vorige video hebben we een start gemaakt aan mijn megabasis. Hebben we mijn Froglight Farm verplaatst. En hebben we deze mega supersterke armor gecreëerd. Ik ben nu onverwoestbaar. Waarom ik deze armor precies nodig heb, komt later in deze video. Eerst is het tijd om met ons grote project verder te gaan. Nou, onze spulletjes staan klaar hoor. Ik heb me weer echt helemaal rotlopen verzamelen. Helemaal vol. Allemaal troep. Dikke stront. Felle kleurtjes. Nog meer rare blokken. Bedenk het maar. Ik heb echt letterlijk alles moeten verzamelen. Er is geen blok die ik niet heb verzameld. Oké, dat is niet helemaal waar, maar... Maar Max, waar is je facecam nou? Ik wil je prachtige hoofd zien. Geen zorgen, jongens. We gaan eerst even mijn projectje bouwen en daarna komt mijn prachtige kopie weer in beeld. Er zijn een aantal dingen die ik wil doen. Hier komen winkels. Hier komen ook winkels. Hierboven komen... Ja, hoe kan ik dat het best beschrijven? Hierboven komen ontzettend veel details. En wat het nut ervan is, weet ik nog niet precies, maar het gaat er waarschijnlijk wel heel leuk uitzien. En naast dat gaan we ook verder met de voorkant van mijn megabasis. Want zoals je nu ziet is het best wel plat en ziet het er niet heel bijzonder uit. Dus het is tijd om daadwerkelijk gewoon een soort gezicht eraan te geven. Dat als je hierop afkomt lopen en denkt, wow, dat ziet er mooi uit. Oh, wat een mooie zonsondergang trouwens. Kijk nou even wat een shot dit weer. Ik ben regisseur, bouwer, redstone engineer. Oh ja, en we hebben 1 miljoen abonnees behaald. Dank jullie wel daarvoor. Maar de grote vraag gaat dan zijn, gaan we beginnen met de voorkant of gaan we beginnen met de achterkant daar? Ik heb een idee. Voorkant of achterkant? Wat? Voorkant of achterkant? Gaat dit voorkant of achterkant? Echt? Voorkant? Voorkant. Dankjewel Joris voor deze meedogenloze beslissing. Ik had hem niet gemaakt kunnen hebben. Het is tijd om met de voorkant te beginnen. Ah, ik spiegel mijn microfoon. Gadverdamme. Is een geweldig begin. Zoals je kan zien heb ik alleen het witte gedeelte gedetailleerd. Het grijze hier en het witte daar moet ook allemaal nog details krijgen. Maar helaas zijn we op het punt gekomen dat mijn koperblokken op zijn. Zelf ben ik wel heel tevreden met het begin hieraan. Tuurlijk moet het er nog veel mooier uitzien dan dit, jongens. Ik weet het, maar het is wel een leuk begin. Maar mijn koperblokken zijn dus gewoon op. Gelukkig hebben we een goede manier gevonden om heel veel koper te krijgen, jongens. Maar daarvoor moeten we eerst op een hele geheime missie. En er is mij verteld, dames en heren, dat ik Harlow's hoofd op moest doen. Laten we kijken wat dit voor geheime missie is. En ja, dit is het moment waar ik die sterke armor voor nodig heb. Ik ben heel benieuwd. Goed! Fijn dat jullie bijeen zijn gekomen. Vrienden van de hakers. Hoi, Harlow. Fijn dat jullie hier allemaal zijn. De hakers en Harlow onder elkaar. Zeker, zeker. Ik heb een belangrijke quest voor jullie vandaag. Spannend. En ja. Dat is... Nee, dat ga ik nu vertellen. Oh, sorry. Kijk, weet je wat het is? Nee. Ik heb zelf Minecraft, zodat je het kan uittesten, heb ik. Geen idee wat je bedoelt. Jawel. Lekker verhaal. Minecraft Education. Nee, 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 dat je het kan uittesten. Zo de, nou ja, boeien. Beta. Snapshot. Ja, de beta. Precies. Snapshot. Ja. Ik heb nog maar 5 minuten te spelen. Okay. 3 lettergrepen. Dus lieve hakers, vandaag stuur ik jullie op een quest naar de Trail Chambers, omdat ik zelf niet mee kan. Naar de wat? Naar de Trail Chambers. De Trail Chambers. Wat zijn dat? Er zijn heel veel nieuwe mobs. De Breeze. Met wind. En met wind vooral. De Mace. Wie is Mace? Inderdaad. Mace. Ik weet niet wat het is, maar doe je best. Mace van Roeveen. Ik wil wel heel graag zo'n nieuwe sleutel hebben. Graag. Dat is goed. Voor wat? Ja, een sleutel? Dat komt goed. Ja. En? Ik ga jou een sleutel geven. Van die winddingen. Niet gaan overdrijven nu, Harlow. Nee, je mag naar mijn huis te slopen. Je bent wel heel veel eisend. Je kan het zeggen. Succes, hakers! Bedankt, Harlow. Bedankt, Harlow. We zullen je niet teleurstellen. Nou, nu doei, Harlow. Oh, wij moeten gaan. Moeten wij weg? Oh, nou. Oh. Laten we maar gaan, succes, jongens. We gaan Hakers assemble. Okay. Nee, maar dit is best wel ver weg. Dus als we allemaal opstappen op Char, de prachtige Harlow hoofd. Even en dan gaan we gaan vliegen. Oké. Okay. Hier, allemaal opstappen. Even kijken hoor, wacht, laat me erop. Nee, ik kan gewoon op onderste klikken. Ik zit. We kunnen denk ik. Niemand moet op shift klikken. Anders Als er één iemand op shift klikt, vallen jullie allemaal naar beneden. Het is nog gevaarlijker dan naar de end gaan dit.
Als je nu die testcamera doet, ziet het er heel grappig uit. Wow. Jeetje. Oh, joh, dit is nog sneller dan die poepezel van Rick. Vorige keer. Poepezel? Angelique. Weet je hoe lang dat duurde met die ezel? Maar weet je hoe episch het was? Ja, dat is ook cool. Er is nog nooit een ezel als eerste in de Nether geweest. Of de end, volgens mij. Ben je alleen? Zijn we er? Oh, we zijn er. Ja, we moeten nu alleen nog heel ver naar beneden. Hoe ik wil die torch. Zie niks. Dat zit echt recht onder ons. Het zit ons al in het gat. Nee, Rick. Ja, ik wil die torch hebben. Au. Oh. Hey, waar zijn we? Oh. Geef me die torch. We zijn er nog niet, denk Moeten we nog lager? Ik denk het wel. Oh, god. Is het veilig? Oh, er ligt water, of niet? Oh, nee. Zijn er! Oké, laten we even Harlow of Harlow of Jason maar wachten. Jongens, hier is een bed. Jongens, ik ga dood! Zet je spawnpoint in het bed, snel. En niet slopen. Oh mijn god, wat zijn dit voor beesten? Ik ga Harlow's hoofd afdoen. Gaan we hier gewoon chillen tot iedereen... Ja, tot het voorbij is. We wachten hier even op de rest. Hey, daar is Justin. Justin. Oh, maar Justin is heel ver weg en die heeft geen elytra. Zo, ja, ik dacht, ik doe het even mooi maken. En dan een beetje de overgang van de vloer zo. Wow. Dan loopt het over, zoals dit. Ik heb variatie hier. Zo. Mooi. Oh mijn god, Justin. Wat hebben jullie het hier leuk versierd? Ja. Kun je een rondleiding geven? Ja, doe. Nou, ten eerste welkom bij onze dubbele deur. Die hebben we voor veiligheid. Snap ik. Dan hebben we gelijk hier onze oven. Dan maken we onze lekkere maaltijdjes. Sorry, hier is je ex. En de Harlow cookies dan, hè? Als ik zo ja, we hebben Harlow's hier. Omdat we willen wel onze helm op hebben voor veiligheid. Hier woont Joris. Maar Rick heeft het momenteel bezet om het warm te houden voor Joris. Hey. Als je naar het toilet moet, hebben we ook een toilet. Hebben we hier. Let niet op de... Met een beetje bloed. Ja, let er en niet op. En een bloemetje. Ja, en dan moet je van geur en zo. En hier hebben we bedden, daar kan je op klikken. Als je doodgaat, dan span je hier ook. Natuur. En ja, dat is het eigenlijk wel. Kleedje, sorry. Inspirerende quote. Heeft... Ja, weet iemand, wat is precies de bedoeling van dit? Hey, ik weet het niet. Deur dicht gedaan, hey. Ja, vechten. Oh, vechten, ja, gewoon overleven. Oh. Echte sleutel krijgen en dan vals openen. Thuisvest. Sleutels krijgen en vals openen. Ja, dus van die spawners kan je sleutels krijgen. En die moet je dan weer ergens instoppen en dan krijg je loot. Is dit is het gevaarlijk hier? Oké, dit zijn de waves die we moeten pakken. Super gevaarlijk. Van die gekke... Hey, klopt. Water. Wat? Spawners kunnen niet stuk. Goed hier. De spawners kan je niet slopen? Nee. Je moet gewoon alle mobs killen en dan gaan ze uit. Ja, oké. Oh nee, Justin, niet doen. Justin, stop! Ik help. Zijn er wel veel, er komen er veel, joh. Wat krijg je eruit dan, Sharon? Want jij pakt nu alles op. Ja, allerlei loot. Ik heb nu brood, een potion. Pak jongens! Dit is een vault, zeg een aardappel? Hier moet zo'n sleutel in. Oh. Dit gaat redelijk simpel. Oh, hier moet de sleutel in. Ik heb zo'n sponder geactiveerd. Ja. Oh. Het is zo'n denk ik, er gebeurt niks. Ik ga hem ook openen, deze. Ja, dat is ook een goed idee, denk ik. Hey joh, een Omnius bottle. Wat heb je eraan? Als je die inneemt, dan wordt alles hier nog moeilijker. Dus doe dat vooral niet. Ik ga hem innemen. Neem hem in. Ik heb hem ingenomen. Oh my god. Hey, een breeze! Hey, breeze. Oh. Pak hem, jongens! Hij is dood. Oh, hier is hij. Kom. Hier. Pas op, hier. Ik ga hem openmaken. Banner pattern. Hier, hier is hij. Oh. Diamonds. Wat kan je ermee? Openen zo meteen. Moet je even wachten tot Max klaar is. Flow. Oh, nice. Is die cool? Ik heb die andere. Oeh. Ja, Flow is cool, ja. Hier is hij. Ja, hoor, je kan gaan shoppen. Hier is hij. Ga maar. Dat is hier even. Komt je? Ja, dat is handig voor bouwen. Ja. Je doet het wel een beetje gekkig nu. Dat is zo werk. Wat een green. Wat zo, kijk. Ja, parkour! Parkour! Kotti! Wat even René, René is blij. Wat even René. Kunnen jullie beneden ook hulp gebruiken? Hoe komen jullie nou sterk? Wat is weaving? Wat gebeurt er allemaal? Wacht, ik heb een schaar bij me. Het is gewoon, dankjewel Floor. Cobweb farm. Ja, ik ging opeens dood. Cobweb! Waarom is die zo druk beneden? Hé, Justin! Dat is zoveel dingen hier beneden. Ik help met knallen. Oh, ik heb een kruisboog. Kan die ender chest geplaatst worden? Oh, hier bleef maar dingen uitkomen. Ik heb een kruisboog erin gedaan. Ik heb bamboe signs. Ik heb een ender chest geplaatst. Ik heb de regeneratie. Ja. Regeneratie. Na dit epische gevecht met deze gekke skeletten poppen. Wat krijg je? Heb je een hamer? Ik hoop dat ik een hamer krijg. Sesombo. Sesombo is doodgaan door een zilver. Ik wil als vol door. Niemand heeft de hamer? Dat is niet normaal. Ik moet ook nog openmaken. En Chanted Golden Apple. Golden Apple? Wat gebeurt er als ik een windbreeze op gooi? Hier beneden is niks. Jawel, hier staan allemaal dispensers nog. Ja, oké. Ik ga je binnenkort lekker kopen stelen gewoon. Hebben we alles al gehad nu? Nee, Char heeft een kluis gevonden. Waar? Ja, dat weet ik niet. Jeetje, wat een... Oh, ik ben bij Char trouwens. Hier. Nice, hallo. Oh, of heb je er een? Je hebt er een. Ik heb er een. Is hier een kluis? Ja, hierboven. Joh, deze kan ik gewoon nog openen. Een banner pattern. Waar? Poep. Waar is die kluis? Poep. Ik hoor jullie heel dichtbij. Oké. Ik ga lekker kopen rakken.
Ik ga terug. Ja. Hey, buurman. Hey, Harlo, hoe is het nou? Wat vind je van mijn nieuwe carousel? Ja, maar goed gemaakt. Wat vind je van mijn huis op Stelten? Oh, supermooi. Ook dat stoeltje en zo. Ja, er is een Star Wars... Ja, oké. Ik heb een barbecue voorbereid. Voor mijn verjaardag. Ik ben echt jarig vandaag. Je bent Harlo natuurlijk, wacht. Ja, ik was gisteren jarig. Echt? Ik heb hem niet eens gefeliciteerd. Nou, dat kan je nu doen. Gefeliciteerd, Harlo. Dankjewel. Ik heb wat vlees voor je. Als je lekker. Wilt. Ja. Oké, hier. Ik doe het wel op mijn hele mooie barbecue die ik zelf heb gemaakt. Ja. Kijk, het is nu nog een beetje rot. Ja. Maar als het een tijdje zo op het vuur ligt... Dan is het niet meer rot. Je moet wel op het vuur leggen dan, ja. Ja. Jezus. Kijk. Ik echt begin te kwijlen ervan gewoon. Zoveel zin als ik erin heb. Ja, doe het lekker. Hier. Oh. Ja, kijk. Oh ja. Nog iets lekkerder. Geeft het iets extra smaak. Iets malser inderdaad. Is er even om... Ja, even. Ja, lekker. Kijk. Is hij goed? Dit wordt lekker. Kijk eens wat ik voor jou heb trouwens. Impaling 5. Nee, ik wil het niet. Nu vind ik je niet meer leuk. Nu begin je te veel op Harlo te lijken. Dit is Valwind 1. Oh, wat is dat? Geen flauw idee. Valwind 1. Hey, KB. Hey, meneer KB. Ik heb ook nog iets voor je. Harlo en ik zijn lekker aan het barbecuen. Wil je ook op mijn verjaardagsbarbecue zijn? Ja. Is dat nu? Dat is nu. Hij duurt heel kort. Wacht even. Walnut, wacht eventjes. Ik heb dit voor jou. Walnut? Ik ben de Zombo. Ik bedoel, Zombo, sorry. Ik heb dit en dit. Oh, top, dankjewel. Het vlees moet weer opgedraaid worden. 14 diamanten, hè? 14? Weet. Dan krijg jij als beloning... Ik leg wel wat extra's op voor... Wat is er gebeurd hier? We zijn aan het barbecue. Ik maak me zorgen. Is dit niks. Het bloed van... Nee, niet opletten. Ik draai even het vlees weer om. Ja, kijk. Okay. Het ruikt heel goed. Ja, het is lekker dit. Ja. Heeft iemand ook een stokbrood met saté? Want dat eet je toch al? Ja, natuurlijk. Hoor je vast? Hier. Kijk, ik heb wel een pepertje. Kijk, als iemand... Oeh, dat maakt het een beetje pittig. Ja. Lekker. Voor op het vuur. Tussentijd maak ik ook nog even gepofte aardappel. Heeft iemand dat aluminium? Je ketchup voor de liefhebbers? Ik ga er door. Het wordt echt het erger. Mosterd. Mosterd? Ik ben wel echt een mosterd mens. Oeh. Krekkertje kaas mosterd, vind ik echt chill. Mayonaise. Ja, dat is wel, zeg maar, mayonaise. Een beetje te veel van het goeie. We hebben van alles. Weet je, jongens, we maken er saté van. Ik stik er wel even een stokje doorheen, zo. Ja, oh, een stukje flatsie. Zo, nu heb je echt al je zooi op de barbecue gedonderd. Ja, dit wordt lekker. Dit gaat lekker worden. Jeetje, dat was me toch eens een avontuur. En kijk eens, 2 kisten, althans 1 kist. En hij is ook nog eens een trapchest en een rode chocobox. Wat zou daar nou in zitten? In de kist hebben wij heel veel spullen. Nou, dat valt eigenlijk wel mee. Ik heb heel wat leuke hoofddieren verzameld, vooral Harlo. Tufblokken, wat pijlen, een nieuwe banner pattern, nieuwe smitting templates, een Omnius bottle. Erg Omnius. Potion of Strength en een crossbow en wat leuke breeze rods. Ik heb helaas niet die hamer kunnen regelen, dus dat is erg verdrietig. En in de rode shulkerbox hebben wij natuurlijk heel wat koperblokken. Verder heb ik ook heel veel koperblokken hier geplaatst, zodat die kunnen oxidizen. En zoals jullie zien gaat dat de goede kant op. Ze worden allemaal langzaam een beetje blauw. En ik hou van jou. Oké, dat doen we ook nooit meer. Goed, terwijl dit allemaal hier aan het oxidizen is, gaan wij vast beginnen met de volgende timelapse. Daarin moeten we dit blokje hier weghalen in het midden. Jeetje, nu is het gewoon af. Dat was het. Bedankt voor het kijken. Doei! Grapje natuurlijk. Hier komt een mooie ruimte. Hier komt een mooie ruimte. Hier komen allemaal details. Ik denk dat ik hier ook nog trammetjes ga bouwen. Ik weet het eigenlijk wel zeker. En zoals je aan de muziek hoort, is het tijd om te beginnen. Tijd om lekker vet, snel, super hard, cool te minecraften ineens in 3, 2, 1. Dit ziet er wel goed uit. Dit ziet er zeker goed uit. Oh, en dit ziet er ook gewoon goed uit. Het lijkt wel alsof het gewoon hetzelfde is, maar dan met andere blokken. Dat is het ook wel een beetje. Goed, dan houden we voor nu deze ruimtes even leeg. Want hier komen dus allemaal verschillende winkeltjes. Maar, zoals ik eerder al zei, wil ik eerst dit gedeelte hier doen. Want dit is een openluchttheater en dat is helemaal niks. En hier, jongens, hier gaan echt heel veel details in zitten. Dus meneer KB, als je deze video kijkt, deze is voor jou. Ik weet dat jij van details houdt. Oh, zullen we dan ook gewoon de timelapse starten zoals meneer KB dat vroeger deed? Ja, gaan we doen. Komt-ie.
Let's go! Let's go! Oké, dit begint er langzaam al leuk uit te zien. Maar ja, nog lang niet af, want dit soort muren zijn gewoon heel lelijk. Maar het proces hiervan is wel heel leuk. Zoals je kan zien heb ik eerst de muren gedaan en heb ik hier al een neonbord gecreëerd. En ik wilde eigenlijk Walnut neerzetten, maar de W paste niet, dus nu staat er Walnut. Bij deze heet mijn YouTube-kanaal nu Walnut. Goed, maar dit ziet er natuurlijk heel lelijk uit. Laten we wat extra details per muur toevoegen en dan kijken we hoe het er dan uitziet. Ik ben heel benieuwd. Zoals jullie kunnen zien ziet het er iets minder kaal uit. Ik vind vooral deze muur denk ik nog steeds het leukst. Vooral met CV. Maar helemaal vol met details. Zelfs voor die muur, zelfs voor die muur en zelfs voor die muur. Alleen, nog steeds is het een te groot openluchttheater. En nou kan ik niet eens heel goed toneel spelen. To be or not to be. That is the question. Romeo, oh Romeo. Waar is Romeo? En natuurlijk, Ik ken niet meer musicals dan dit. En ik weet niet waarom ik zo ver weg sta. Goed, ik wil er geen dak op bouwen. Maar ik wil wel nog eventjes dit gewoon nog een stuk drukker maken. En dan denk je misschien, het is al heel druk. Max, waarom moet het nou nog drukker? Zoals je kan zien heb ik een aantal ronde locaties gemaakt zoals dat. Daar komen buizen met vloeistof. En ik wil van die ingang naar die ingang wil ik een brug bouwen. Ik wil van dat stukje naar dat stukje een spoor bouwen. En er moet van een soort ijzer of koper bovenop een soort kippengaas komen. Maar dan niet kippengaas, maar gewoon Minecraft gaas. Ik heb soms ook geen idee wat ik allemaal zeg, maar jullie zien het wel gewoon nu. Nu is het precies zoals ik het wil. Als je hier nu loopt en omhoog kijkt, is het eigenlijk echt veel te druk. Er gebeurt veel te veel. Een buis met smurrie. Nog een buis met smurrie daarachter. Een treinspoor die dwars door het midden. En de brug die daarin loopt. Als je er ook nu zoals dit doorheen waggelt, dan kan je alle kleine details zien. Ik ben er best wel blij mee. Ook met de neonborden aan beide kanten. We kijken ooit wel of we hier nog wat doen. Dus nog steeds moet er heel veel koper oxidizen. Dit zijn inmiddels nieuwe trapdoors. Niet degene die je eerder zag deze video. Maar goed, nadat dit allemaal gebouwd is, kom ik erachter dat het beneden niet druk genoeg is. Ja, jongens, het moet nog drukker. Omdat het boven zo druk is, ziet het er beneden nu heel kaal uit hier op straat. En ik zei al dat ik trammetjes wilde gaan bouwen, dus laten we maar even trammetjes bouwen. Hey, nou dat is toch gewoon eventjes gezellig, jongens. Nieuwe trammetjes en hij heeft zelfs een spoor waar hij aan vast zit aan beide kanten. Hoe leuk is dat? Het enige wat nu nog mist aan beide kanten. W-I-N-K-E-L-S. W-I-N-K-E-L-S. En dat staat er natuurlijk heel leuk. Jullie kunnen spellen allemaal. Pindakaas. Oh, winkels bedoel ik. Er staat winkels. Leuk aan beide kanten, zodat het al helemaal tot leven komt. Oh, ik loop tegen de tram aan. En dan is het nu tijd om een prachtige koppie weer in beeld te brengen. Hey, hallo. Jongens, daar zijn we gewoon weer met een facecam. Ik weet dat jullie het gemist hebben. Jullie hebben het gemist, toch? Ik ben heel blij met hoe dit er allemaal uitziet. Het is wel ontzettend druk. Het is heel erg oranje en blauw vooral. Vandaar de neonborden die ik toevoeg en de groene en gele kleuren daar allemaal. Maar ja, zoals je kan zien, het is gewoon echt heel erg blauw en oranje. Maar dat past ook wel een beetje bij de... Het thema, weet je? Dat heb ik daar ook wel heel veel verwerkt, blauw en oranje. Goed, voor deze aflevering ben ik wel even klaar met bouwen. Want we hebben echt zoveel... We hebben dit hier gebouwd. We hebben zoveel gedaan. Oh ja, dat heb ik alleen niet laten zien aan jullie. Maar ik heb ook deze buis hier aan de voorkant gemaakt. En we hebben natuurlijk die hele voorkant hier gemaakt. Althans, een beginnetje. Want het is natuurlijk nog niet heel veel, dit. Het ziet er veel uit, maar het is vooral gewoon groot. Maar het is niet veel. Dus ja, voor deze aflevering wel even mooi met bouwen. Hoe ziet het er van een afstandje uit, dit allemaal? En... Boom! Oh, ja, dit begint wel ergens op te lijken. En de achterkant. Boom. Dit ziet er natuurlijk echt ontzettend lelijk uit. Maar goed, hé jongens, dit is een kleinigheidje. Dit gaan we allemaal in de toekomst oplossen. Deze basis wordt echt waar geweldig. Dit is nog steeds maar het begin. Ik kan jullie beloven dat dit echt een van mijn mooiste bouwwerken ooit gaat worden. Hé,
Daar lopen KB en Harlo. Oh, wat heeft KB mooie armor aan. Harlo! Ik ben geen ogen meer. Hallo. Hallo. Willen jullie bij mijn winkelcentrum komen kijken? Ja, is goed. Hij is alleen nog niet af. Hallo. Hey, jij bent echt al 3 dagen aan het bouwen, of niet? Ja, dat klopt. Leuk, heb je het naar je zin? Nee, mijn internet is ook helemaal moeilijk aan het doen. En dat is helemaal vervelend. Oh, ja. Maar het ziet er wel leuk uit, hè? Ja, het ziet er wel leuk uit. Het ziet er wel leuk uit. Kijk, dit is naar mijn voorkant. En het is gewoon een multifunctioneel gebouw. Hij is nog lang niet af voor de voorkant. Dit is gewoon een klein geitje. Er komt nog een stuk op. Ja, en de zijkanten moeten nog gedetailleerd worden. Alleen de middenblok heeft. Nee, jij vindt dat niet. En omtrent dat jij niet van details houdt, heb ik heel bewust hier weinig details gebruikt in mijn winkelcentrum gedeeld. Als je hier omhoog kijkt. Ik dacht, ik hou het rustig. Jemig! Ik dacht, ik hou het rustig al. Ja, niet zo van de gekkigheid dit seizoen natuurlijk. Er zijn wel veel details nu, toch? Sorry? Er zijn wel veel details. Ja, nou, ik had bewust voor KB gekozen voor wat rustigers. Walnut. Nee. Nog goed lezen. Walnut. De W past er niet. Nee, Walnut CV. Het wil eigenlijk Walnut komt uit Veen doen. Maar de W past er niet, dus nu staat er Walnut. Maar past ook al je bij, want ik ben heel vaak naar beneden gevallen tijdens het bouwen. Walnut. Grapje. Hey, maar hier gaan komen winkeltjes. Dus als jullie ooit nog geen eigen winkel willen bouwen. Het is niet alsof dit één winkel wordt. Hier komen, ik denk, iets van 5 winkels per ruimte. Wat heb je gedaan? Wat heb je hier gedaan? Wat heb ik hier gedaan? Je hebt bamboe afgewisseld met bamboe mozaïek. Ja. Maar er zit geen patroon in. Nee, dat klopt. Dit is nog groter dan mijn plaats op de supermarkt. Bro. Het wordt ook een winkelcentrum, hè. Aan beide kanten, met hier ook hier buiten. Het enige wat ik ben vergeten, merkte ik na afloop, is belichting. Dus het zal heel donker worden. Maar dat komt goed. Ja, en dan lopen er misschien ook wel monstertjes. Oh nee, het is glas. Dus ja, maar dat is voor de effect. Dat de monsters gaan lopen. Oh, echt? Ja. Dat je dan zo'n creeper op krijgt. Ja, ja, ja. Dat je dan doodgaat, dan dat je dan zegt, voor het effect. Voor het effect. Staat er dan een eentje. Ontploop maar, en dan dood. Acteur. Hij is er klaar voor. En tremmetjes weer. Ik ga andere villagers hier neerzetten die hier ook gaan werken. Ja, gaat helemaal leven hier gewoon. Wat leuk. Lekker bezig. Ja, cool. Het was vast een pokkenklus. Het was helemaal niet leuk gewoon eigenlijk om dit te bouwen. Vooral dit gedeelte hier was echt niet leuk. Je bent nu net zo blij als Harlo. Ben je niet blij, Harlo? Nee, ik ben niet zo blij. Nee. Je ziet er ook wel boos uit. Ik ben meer een beetje verdrietig. Hoezo? Dat zie je toch. Ik ben gewoon een beetje shitjes. Ja, maar waarom? Ja, dat weet ik zelf eigenlijk ook niet. Oké. Okay. Ik moet zijn van meneer KB. Hoezo? Wat heb je gedaan? Even hoe ik eruit zie. Ja, maar waarom ben je een sipje? Ik weet dat je er sipjes uit... Oh, je bedoelt je armor. Maar dat is KB zo'n mooie armor van aflevering 1 of 2, of niet? Ja, maar nu ben ik natuurlijk geüpgrade. Ja, nu... Met de hartjes op je hoofd. Waarom ben ik een beetje sipjes? Oh, omdat jij het niet hebt. Ja. Oh. Dan zijn we samen sipjes. Kom gewoon met z'n tweeën op pad. Doei. Nee! Wacht! Wacht, nee! Dat is er! Mijn volgende video zit vol met tips over hoe je er ook zo sexy uit kan zien als ik. Oh, dan ga ik je volgende video kijken. Goed, jongens, dan is het mooi geweest voor nu. We hebben veel gedaan deze aflevering. Oh, daar hebben we Rick ook nog. Wat is dit nou weer? Hallo? Hi. Hi, Knul. Hey, hoe is het? Ik wil net mijn video afsluiten. Echt? Ja! Wow! Ja! Hey. Oh! Oh, wil jij op de achtergrond ronddwalen terwijl ik mijn outro doe? Ja, dat wil ik heel graag. Oké, dan ga ik even een goed plekje zoeken. Oké. Rick, je bent nu niet in beeld. Ja, waar wil je dat ik sta? Ja, iets meer daar. Iets meer bij de airport. Dan ben je in beeld. Dan kan je ronddwalen. Dan sta je op mijn achtergrond. Ja. Oké. Goed, jongens. Dank jullie wel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Jullie moeten zeker even liken. Dat moet. Ik weet niet waarom ik het op deze manier zeg. Normaal zeg ik vergeet zeker niet te liken. Maar nu moet je blijkbaar liken. Vond je het nou zo'n leuke video? En denk je, weet je, Content Veen is echt geweldig. En dan zie je die knaap die daar rondloopt. Kijk, hij heeft ook een YouTube-kanaal. Dat is lekker Rick's YouTube-kanaaltje. En dat is een hele leuke video voor Rick. Zeker een aanrader om even te kijken als je van Content Veen houdt. En nu spreek ik later, glaasje water.